De districtscommissarissen hebben vandaag hun districtsbegrotingen ingediend bij minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport. De begrotingen zijn volgens de DC's gebaseerd op de ontwikkelingen die verwacht worden met de olie- en gasindustrie. De DC's Mohamed Shafiq Rajab van Kommewijnen en Ludwig Mendelzoon van Brokopondo haalden aan dat de projecten die zijn opgenomen in hun begrotingen zeker uitgevoerd kunnen worden. En mijn begroting behelst 1.190.616. Het is ruim. En u weet, met de komst van de shorebase offshore zal het zeker haalbaar zijn. En daarvoor ga ik. En ik hoop dat er niet wordt ingekort in de begroting van het ministerie. Want als er wordt ingekort in de begroting van het ministerie, gaan we ook niets krijgen in Brokopondo. Minister Gracia Emmanuel gaf aan dat in de districtsbegrotingen de resortsbegrotingen zijn vervat. Ze benadrukte dat de districtsbegrotingen een weergave schetsen van alles dat nodig is in de diverse bestuursresorten. Het heel belangrijk is om te werken met de districtsbegrotingen, omdat de DC samen met de werkarmen, de resortsraadleden, de districtsraadleden zitten en zij komen met de verschillende problemen, de projecten die uitgevoerd moeten worden in de districten, dat wordt meegenomen en later komt er dan een begroting daaruit en dat wordt dus meegenomen naar onze begroting. Emmanuel zegt dat het niet lang meer zal duren voordat het ministerie de totale begroting van 2023 af heeft. De districtsbegrotingen heeft de minister overhandigd aan onderdirecteur Jennifer Josefzoon Wachter van het onderdirectoraat districtsbestuur en decentralisatie, die ze zal doorgeleiden naar de president.